Rihairo, jij was erbij toen Dordrecht in 2009 voor het laatst de periodetitel pakte. Jij weet dus als geen ander wat dat doet met deze club als dat gebeurt. Ja, inderdaad. Dat heeft hij helemaal goed. 2009, toen pakten wij de periode. En dat was geweldig natuurlijk om mee te maken. De sfeer en alles, dat was mooi mee te maken. Wat weet je nog van die periodetitel van toen en hoe die tot stand kwam? Even denken, volgens mij was het Telstar thuis, ik weet het niet. Ja, toch? Ja, je hoeft niet het hele rijtje op te dreunen, maar jullie werden toen ongeslagen zonder enig punt te laten liggen. Dat was heel knap na een heel stroeve seizoenstart. Ja, klopt. De start was inderdaad niet goed en daarna hadden we een goede reeks te pakken, waardoor we de periodetitel te pakken kregen. Dus dat is wel mooi, ja. En dan ben jij terug bij deze club? En opeens, spontaan, kan Dordt hem weer pakken. Dat lijkt bijna geen toeval. Ja, nou ja, als je het zo bekijkt inderdaad. Maar voordat ik hier kwam, waren ze al goed bezig natuurlijk. En ik ben blij dat ik ook weer terug ben. En we doen het nu gewoon goed. En we willen ook nu gewoon weer die periodetitel pakken. Net als in 2009. Dus daar moeten we morgen gewoon alles aan doen. Ja. Hoe bevalt jouw terugkeer hier na wat omzwervingen? Ja, prima. Ik ben gewoon opgevangen. Zoals toen ook, die tijd dat ik hier heb gezeten. De mensen die er toen waren, zijn er nu eigenlijk nog steeds. Ze zijn trouwe clubmensen en ik ben gewoon goed opgevangen. Is jouw carrièrepad, je had het denk ik anders voorgesteld toen je hier wegging. Had jij een ander plan voor ogen dan in 2013 weer hier staan, toch? Ja, inderdaad. Ik bedoel, ik ging hier weg en toen de stap naar Roda. Dan heb je in je hoofd toch een andere planning dan is gebleken, maar... Aan het voetbal weet je het nooit hoe het loopt en iedereen heeft zijn eigen weg en uiteindelijk kom je wel waar je wil komen. Dus, Heb jij er gedachten bij waarom of waardoor het nog niet geworden is wat je hoopte? Nou, gedachten, ja, ik bedoel, naast talent en kwaliteit moet je ook een beetje geluk hebben in het voetbal. Je moet ook de kansen krijgen echt. En bij Roda heb ik niet echt de kans gekregen om te laten zien wat ik kan. Dus Dordrecht altijd een club, eigenlijk voor spelers die in een situatie als dit zitten. Je weet dat je hier niet financieel de jackpot pakt, maar je kan je wel weer in de kijker spelen om opnieuw voor zo'n kans te komen staan. Is dat precies de reden waarom jij terugkomt hier? Ja, inderdaad. Dordt staat er inderdaad wel bekend om. Hè? Spelers die hier komen en die dan na een jaar of anderhalf jaar of twee jaar dan vertrekken naar een mooie club. Er zijn genoeg voorbeelden van geweest. Maar, ik ben niet alleen om die reden gekomen, ook gewoon omdat het gewoon hier gewoon goed voelt. En Boos natuurlijk, die altijd, we hebben altijd wel contact gehad die tijd. En hij heeft me gewoon weer kans gegeven om hier te voetballen. Dus daar ben ik ook dankbaar voor. Dus. Wat ging er mis vorige week in Helmond? Ik hoor van veel mensen die jullie hebben gezien, ook in de week daarvoor, dat de scherpte bij jullie er niet was zoals de weken daarvoor. Is dat een van de oorzaken waardoor het misging daar? Ja, natuurlijk. Als je... De wedstrijden naast elkaar legt, VVV en Helmond, daar zit helemaal een groot verschil tussen. Maar ik denk wel, de wil was er natuurlijk wel, dat iedereen wil natuurlijk gewoon winnen daar. En, maar we hebben ook gezegd, ook een slechte wedstrijd moet je ook kunnen winnen. En we hebben toch nagelaten om die drie punten, tenminste nog een punt, mee te nemen. Dat hebben we laten liggen, dus dat is jammer. Was het deze week wel anders op de training? Merkte je toch weer een ander soort bevlogenheid? Ja, toch de ongeslagen status kwijt, noem maar op. Nou, op de trainingen, qua trainingen trainen wij gewoon constant, moet ik zeggen. Ik bedoel, zit er geen speler tussen die steken laat vallen. Of het is gewoon altijd 100%. En dat is goed. En dan moeten we gewoon zorgen dat in de wedstrijden dat het eruit komt. Yeah.